No. Wow. Mijn hazendraak. Het zit al lang al. Hey, what's good hier? Het is Japanna Steven Vegter. En super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we eindelijk terug met de serie wat elke week terugkomt om zondag om 11 uur. Dus het is nu zondag 11 uur. Schrijf dat op in je agenda. Of druk op een belletje op deze manier, want dan ben je altijd up-to-date voor mijn nieuwste video's. En wie wil dat nog niet? En wat we nu gaan doen is, ik ga jullie helpen met je relatieproblemen of je liefdesproblemen. Ik zit naast Davy. En Davy gaat de vragen voorlezen, ja. En dan ga ik ze beantwoorden. Zou je de wind horen? Okay, jongens, horen jullie de wind? Als je de wind hoort, dan is het antwoord ja. Ja. En sorry, want als wij dit opnemen, stormt er buiten. Yes. We waaien bijna weg. Dat was zo slecht. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Gooi die gewoon. Yeah! Nou, ik vind iemand leuk, maar ik durf het niet te zeggen. Ja, dat snap ik. Dat heb ik ook een tijdje gehad. Dat ik iemand leuk vond, maar ik durfde nooit te vragen. En weet je hoe ik het heb gedaan? Kijk, wel eens zeggen, hoe heb je het gedaan? Nou, ik heb haar gevraagd. Wauw. En ze zei ja. Ja, maar dat is het misschien ook wel inderdaad. Op het moment dat je gewoon iemand leuk vindt en je gaat het niet vragen, wordt het sowieso niks. Nee, heb je een ja. Ja, daarom. Kijk. Mijn oma zei tegen mij, jongens, ik heb best te raar voor jou. Nee, heb je... Ja, kun je krijgen. Ja, nee, maar ik vond het wel echt heel spannend om te doen. Oprecht. Ja, tuurlijk. Want ik vond haar echt leuk. Echt superleuk. Dus ik dacht, hoe moet ik haar vragen? Dus ik een beetje moed ingedronken. Laat dat zo houden, ja. Ik heb een beetje moed ingedronken. En toen heb ik gezegd, ja, we zitten wel goed samen, hè? Ja. Maar ik heb niet gezegd, wil je met me? Want dat is best wel... Ja, je kunt anders ook nog gaan vragen, want je zegt natuurlijk dat je iemand leuk vindt. Van, heb ik gewoon een keer zin om iets te gaan drinken? Dat is een lange vraag. Hey Steven, graag anoniem, dat sowieso. Waarschijnlijk is het niet de reactie die je verwacht hebt, maar oké. Ik ben jong, aardig jongen, 15 jaartjes en ik ben bi-gay. Ben er nog niet helemaal over uit, maar normaal ben ik niet. Trouwens, niks is normaal, dus maakt hem niks uit. Nou, ik vind een jongen leuk, maar ik weet niet of hij op jongens valt. Hoe kom ik erachter op een normale manier, ja, dan het gewoon zo te vragen. Wacht, dit is een jongen die aan mij vraagt... Ja. Kanaal, ja. Ja, om gewoon eerst voor jezelf uit te gaan zoeken, ga ik überhaupt op mannen vallen of ga ik op vrouwen vallen? Weet je wat hij moet doen? Ga naar de club en probeer een meisje te fixen en probeer haar te zoenen. En als je haar zoent en je denkt van, ik kan haar gewoon zo wegtrappen, het boeit me niks, ik hoef er niks mee. En daarna, als je het lukt om een andere jongen te zoenen, ja, probeer het uit misschien, dat probeer met zoenen uit. Kijk gewoon of je een meisje gaat zoenen of een man gaat zoenen. En kijk dan wel wat je fijner voelt voor jezelf. Ja, ik heb daar echt geen idee in. Wat ik denk wat je dan moet doen is gewoon... Misschien eerst gewoon als vrienden kan afspreken. Gewoon kijk, als het een jongen is en je bent op een vriend met degene, kun je ook vragen om gewoon even te gaan chillen. Ja. En dan kun je misschien wel een keer gaan peilen voorzichtig bij hem van, hé... wat vind je van mannenrelaties? Of wat vind je van... Misschien kun je, dan kan je al gaan peilen of hij... Hoe hij ook gaat reageren. Ja. Hey Steve, ik heb advies nodig. Er is dus zo'n jongen die bijna 2 maanden heeft gesnapt. We hebben samen echt leuke gesprekken gehad. Maar opeens stopt hij mee. En nu uit het niks... begint hij weer te sturen, maar heel oppervlakkig. Dus hij is al 2 maanden aan het snappen met diegene geweest. Ja. De gesprekken waren heel erg leuk. Ja. Opeens stopte het. Ja. En uit het niets, als zij nu iets stuurt, is het heel oppervlakkig. Wat ik denk is dat hij... Wat ik denk, hè, uit mijn ervaringen van vroeger. Wat ik denk is dat hij een ander meisje meepraat. Zou best kunnen, ja. En dat voor hem het gevoel anders is. Ja, of dat hij... juist nu ook aan het praten is met een ander meisje en hij aan het denken is van oké, ik wil jou ook, maar ik wil haar ook. Dus ik ga kijken bij wie gewoon de meeste moeite doet of iets. Of wat hij denkt is, hij heeft al iets met een ander meisje, maar hij wil jou ook. En dan reageert hij oppervlakkig, want hij vindt het zielig voor zijn meisje. Maar ja, hij wil jou ook niet kwetsen. Ja, hele uitgevouwen huilen, maar ik denk aan hetzelfde, ja. Zoiets denk ik. Ja, dat hij gewoon in het begin zoiets had van, nou, misschien kan het iets gaan worden. En dat hij nu denkt van, nou, Ja, ik weet niet, ja. Ik zit misschien met iemand anders of zo. En, Dus jouw tip is eigenlijk dan misschien wel om gewoon even een tijdje niks naar hem te sturen. Ja, of juist uit te zoeken of hij iets met een ander meisje dat kan ook. Heeft. Dat kan ook, ja. Hoe weet je welk moment iemand gaat zoenen? Oké. Dat is wel een ding inderdaad. Oké. Wat ik denk, wat het beste moment is om iemand te zoenen, wat ik denk, ja? Ik denk van, dit is het beste als je allebei, je voelt op een duur moment ofzo. Ja, dat wil ik net zeggen. Op een gegeven moment, oké, jongens, wij gaan nou niet echt zoenen, dus geen memes. Maar wat ik bedoel, als je op een gegeven moment naar iemand toe gaat, dan merk je vanzelf wel, normaal als je iemand er dichtbij komt, gaat iemand vanzelf weg van, oh, dit is er dichtbij. Ja. En op het moment dat het gaat gebeuren, als jij naar voren gaat, komt degene zelf weer toe. Ja, dit gaat zo. En dan moet je doen. Je moet niet zeggen tegen iemand van, gaan we nog zoenen of niet? Dan is het gemaakt. Dan zou je nooit een leuke zoen hebben. Wat ik altijd deed vroeger was, als ik in de club was en ik wou een meisje fixen, ging ik gewoon leuk met haar praten, gewoon nergens over hebben, over zoenen of iets, of met andere dingen doen, want nee. Dat werkt niet. Wat ik altijd deed is gewoon, hé, waar kom je vandaan, dit, dat, zit je op voetbal, of over haar hobby's gaan praten. En dan kwam ze dichterbij zo. En ik dacht, oké, kom maar dichterbij. Dus trek je binnen. Zij komt zo dichterbij en ik ga zo dichterbij. En dan kijk je haar in de ogen aan en dan... Op een gegeven moment voel je bij jezelf van, hé, nu zo'n... Als tip is, ga niet zeggen van, moeten we even zoenen. Gewoon, je voelt het niet. Ik heb heel vaak ook gehad dat meisjes naar me toe lopen. Ja, mag ik met je zoenen? Ja, prima, dat mag wel. Maar dan is gewoon zoenen en klaar. Ja, er zit er niks achter en af. Want het komt van één kant wel af. Ja. Hoe hou je seks spannend? Ja, dat is niet zo moeilijk. Om het spannend te houden, moet je een spanningslevel hebben natuurlijk. En ja, als je seks gewoon niet spannend is, dan zou ik dit gaan doen. Ga je verstoppen in een kast. Wacht tot ze slaapt. Ja, wacht tot ze slaapt. En ga dan naar beneden. Maak wat voetstappengeluiden. Doe een masker op, doe een pak aan. Dat ze je niet kan herkennen. Pak een mes. Ga dan zo tikken. Ga dan horrorgeluiden afspelen, van die babygeluiden en zo. En dan zit zij in bed van... Oh my god, er is iemand in mijn huis. En dan gaat zij zoeken van... Wie zit er in mijn huis? En wat jij dan moet doen is verstoppen, ga in het bed liggen of zo, met een mes zo. En dan komt ze boven en dan zeg je, kleed je uit, bitch. En dan denkt ze dat je een moordenaar bent en dan houdt het heel spannend, want dan is ze bang. En dan wil ze bijna 112 bellen van de spanning. Ja, ik weet zeker dat het spannend gaat worden. Ja. Ik weet ook zeker dat je dan gearresteerd wordt. Je was een sekssnijper. Je ziet daar nooit meer. Doei! Ah. Nee, wat ik zou doen om het echt spannend te houden, is gewoon... Je dik afsnijden en dan gewoon zeggen, hé, ik heb iets anders. Een keer een andere locatie. Dus stel je normaal alleen gewoon in je bed. Ja. Ga dan gewoon een keer afspreken om naar het strand te gaan of naar het bos te gaan of whatever. Of voor mij met een auto. En hier is de volgende vraag. Ik kan wel tips gebruiken. Soms weet ik niet wat ik moet doen. Ik ook. Ja, wij allemaal. Ja, oké. Ja, wij allemaal. Stuur nu een DM naar haar. Zeg, wat? Hoe bedoel je? Ja, wat vinden jullie jongens leuk om te doen met een girl? Moeten we daar nog antwoord op geven? Oké, wat ik leuk vind om te doen met mijn meisje... Leuke herinneringen maken. Ja, liefde sowieso. Maar ik ga gewoon ergens naartoe. Ik denk gewoon dat een herinnering maken gewoon heel erg handig is. Of belangrijk is. Ga samen naar Duinrell of iets, zulke dingen. Ja, dierentuin. Naar de bioscoop. Maar ja. Samen dingen doen vind ik leuk. Ik hoef geen cadeaus. Nee, ik hoef niet van, ja natuurlijk cadeaus, maar dan zelfgemaakte cadeaus. Dat vind ik leuker dan dat als je iets koopt uit de winkel, snap je? Het gaat meer om het gebaren als echt om wat het precies is. Ja, damn. Of wat ook is, wat ik bij mijn ex heb gedaan, ik heb ook advies nodig jongens. Wat ik bij mijn ex had gedaan was gewoon, 's morgens als je opstaat, gewoon een briefje schrijven. Ik stond dan eerder op om naar het werk te gaan, zou blijven op mijn bed liggen. Dus gewoon een briefje schrijven met, gewoon een liefbrief met, ik hou van je bijvoorbeeld. Gewoon. Ja. Eén klein post-itje. Ja, dat is leuk. Ja, dan krijg je gewoon iets extra's. En dan kun je toch een bericht naar elkaar achterlaten. Ja. Wat de ander niet verwacht. Ja, dat is leuker dan dat je misschien, weet ik veel, leuke oorbellen koopt of zo. Dat is ook leuk, dat doe ik ook wel. Maar en leuk vind ik om iets persoonlijks te geven. Ja, dit zijn wel die kleine dingetjes inderdaad. Heb je gelijk? Ja. Oké, volgende vraag. Hey, ik vind een... Davy, zo. Hey, oké. Ik vind dus een jongen leuk, maar hij is goed bevriend met me. Maar nu is hij achterkomen en hij negeert me. Zo kan je niet zijn! Nee, dat vind ik ook. Zeg dan sowieso eventjes van... Nee, sorry, ik heb andere gevoelens bij onze relatie. Als ja. Vriendschappelijk. Zeg gewoon, joh, ik wil gewoon vrienden zijn. Maar leuk dat je wat voor me voelt. Maar ik niks voor jou. Klaar, ja. Kom, ga verder. Maar misschien omdat we natuurlijk tips geven. Is misschien een vraag om juist aan die vriend te vragen of er iets aan de hand is. Ja, app hem van... Is er nou wat? Waarom doe je zo? Want misschien bedoelt ik niet zo. Maar misschien komt het bij jou zo over. Omdat je nu... Gevoelens hebt. Het gevoelens voor hem hebt. Ja. Dan zijn we eigenlijk al bij de volgende vraag. Stel, vroeger had je een crush op iemand. En nu al jaren geen contact meer. Maar je wil opnieuw contact met degene hebben. Hoe pak je het aan? Wat ik deed was, als ze iets post in haar story, dan kan je omhoog swipen. En ja. Dan heb je allemaal emoties, snap je? Ja. Dus als ze iets post in haar story, swipe omhoog, druk gewoon alleen een hartje aan. En als ze het alleen leest, dan ben je van, aha. Jij bent een klootzak. En als ze gewoon reageert van, oké, dank je. Of je doet, je swipe omhoog, doet hartje en je reageert, oh, wat leuk, wat vet. Maar niet op ingaan van, hey, wil je iets? God, maar eerst gewoon op ingaan van, yo, hoe gaat het? Of zoiets. Ja, ga gewoon inderdaad gewoon in het profiel kijken van diegene. Ik ga gewoon even de foto's bekijken en ga ook gewoon een foto liken bijvoorbeeld. Ja. En als diegene de foto's weer terug gaat liken, dan weet je, dan is er iets weer voor contact. Ja. En dan kun je inderdaad gewoon de volgende keer zeggen, hey, hoe is het? Lang niet gesproken. Zin om een keer iets af te spreken. Boom! En dan ga je erheen. En dan... Fucking doe je... Laat maar. We zijn... Nee, ging maar te snel. Ja, ging maar te snel. Hey, ik heb maar een vraag. Er is dus een jongen die ik zie zitten. Hij heeft ook een date met me gevraagd. Maar die date is morgen. Hoe pak je dit aan? Oeh. Oftewel, dateadviezen. Wat je moet doen is... als meisjes zijnde, wat ik echt super vet vind op dates... wees een klein beetje eerder, want anders is het heel ongemakkelijk voor hem. Want dan is hij eerder en dan moet hij wachten en dan kom je binnenlopen en dan zegt van, hey, wees eerder, maar sta op je plek, wees niet verlegen, wees niks, maar sta daar, wees van, ik ben die meid en ik ga hem. Ja, jongens die vallen erop, als een meisje gewoon laat zien van, hey, ik weet dat ik er mag zijn, ik ben gewoon, als je zo aan kan lopen. Ja. Hey. Dan is er gelijk een minder contact als je aankomt. Hey, leuke knuffel, blablabla. Ja, weet je, zo, ga gewoon meteen knuffel en zeg, hey, hoe gaat het? Wat weet ik veel wat je gaat doen als je gaat eten of naar de bioscoop. Zeg, wat gaan we eten? Ik heb honger, ik heb zin in dit. Ja, laat gewoon lekker jezelf lopen. Probeer niet te zenuwachtig zijn. Oké, ik snap dat je zenuwachtig bent. Daar zijn we allemaal aan konden zingen, maar... Ja. En doe wat moois aan. Doe een rokje aan. Laat even weten. Hoor je die knak? Die was echt zo erg. Ik deed dit. En ik hoorde eens... Maar wat knakte dan bij jou? Hier. Borstbeen. Ja. Ik hoorde eens... Knatsch. Weet je wat ik heb? Ik heb een masker gekregen. Oeh. Nee, sexy boy. Masker time. Ik weet niet hoe dit moet. Wacht, het is aan de achterkant op schrijving of zoiets. Nu te laten zitten. Afwassen. Weet je kapot? Ja, dit gaat wel samen. Ja. Even mijn huis genoeg. Ik vind het eng. Oprecht. En wat is echt wat kan gebeuren? Dat mijn huid verbrandt of zo. Ik zit hier in het knallen in kop. Ik heb morgen een date, ja? Oh, vertel. Waarom denk jij dat de rode lamp aanstaat? Ja. Kijk, ik heb dit eerlijk één keer eerder gedaan met de girl. Met de girl? Wat vind je voor mijn baard? We zien onszelf ook gewoon helemaal niets. We weten helemaal niet wat we doen eigenlijk. Ik doe dit echt nooit, dus... Nee, ik ook niet. Geen idee hoe dit werkt, hoor. Maar alles moet er goed een goede dikke laag op zitten. Heb ik dat? Nee. Nee? Ja. Je hebt net een zwarte piet. Ja, je voelt wel iets, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Nee, niet branden zo, maar ik voel dat er wat gebeurt. Ja, ik trek ons hele gezicht open. In een schedel. Het ziet er zo fucking lelijk uit. Ja, het ziet er zo lelijk uit. Maar het doet gewoon zeer. Heb jij dat ook? Nee. Oh, ik wel. Het is gewoon pijn. Zoek gewoon echt gewoon... Wanneer weet je of een jongen het leuk vindt? Wanneer weet je wanneer je gebruikt wordt? Wat heb je trouwens op je gezicht zitten, jij? Wat zit er op jouw gezicht? Als je hem een berichtje terugstuurt... Als je hem iets stuurt... Ja? En je krijgt bijvoorbeeld gewoon een leuk, lief berichtje terug, et cetera, et cetera. En hij stuurt naar de rand zelf een leuk, lief berichtje. Dan weet je wel dat het iets is. Kijk, als je gebruikt wordt, kan ik me voorstellen, dan krijg je niks meer terug. Ja, klopt. Dus stel je voor bijvoorbeeld, nou 2 dagen stuur je hem even geen berichtjes. En als hij dan zelf een berichtje aan toch terug gaat sturen. Hé, hey, hoe is het? Ja. Lang niet van je gehoord. Ja. Dan weet je dat echt een connectie is. Ja. En als hij niks stuurt, ja dan... Ja, klopt. Dan moet je hem gewoon heel even niet appen. En als hij weer contact met jou zoekt, prima, dan is het gewoon goed. Dan zijn wij komen bij de volgende vraag. Wat is de beste manier om op een jongen af te stappen? Gewoon heel simpel. Naar hem toe lopen. En gaan aanspreken. Ja, dat is het. Het klinkt heel stom. Het is ook heel stom, maar... Voor mij, bij een jongen moet je meer straight to the point zijn gewoon. Ja, maar, dat is wel een goeie. Ja. En niet omheen draaien. Gewoon zeggen wat je wil. Ja, als je echt onzin gaat praten dan... Stel, je zou mij willen fixen, ja? En je loopt naar me toe in de club. En het is... Hey, hou je van kip? Ik zo, ja. En daarna moet je wel een beetje echt... Hits gaan geven. Ja. Als je dan gaat zeggen... Ik ook. Dan blijft het zo'n niets doen, zo'n dood doen, zo'n doodgesprek. Maar gewoon laat gewoon door blijven vragen, doorgaan. Maar als je wat wil en je bent in de club, dan moet je wel een beetje... Ja, oké, nu ga ik iets zeggen wat eigenlijk vrouwen altijd over mannen zeggen, maar mannen altijd kennen. Ja? Wij hebben iets meer bevestiging nodig. Wij moeten iets sneller weten dat het iemand ons leuk vindt. Ja. Ik kan mijn zomerpasje niet vergeten. We zouden nog een ijsje gaan eten, maar het is er niet meer van gekomen. En ik heb zijn nummer ook niet. En zijn Insta niet. Maar ik weet wel dat hij in Brabant woont. Ergens. Nou jongens, ik woon in Brabant. You fucked up. Ik heb ook wel een keer gehad dat ik een zomerliefde had. Oh, wat je misschien zou kunnen doen als in Nederland. Ik weet niet waar het was, in Nederland of buitenland misschien. Ga gewoon kijken op Facebook of op Insta of er foto's zijn geplaatst. Ja, want je weet zijn voornaam nog wel. Ja, waarschijnlijk weet je wel. Ga gewoon even op Insta kijken. Stel dat was een Renesse, ik noem maar even iets. Typ dan gewoon een hashtag Renesse. Oh, ja. En ga dan op Insta kijken, iedereen die foto heeft geplaatst met die hashtag. Bam. Misschien zit daar ook wel tussen. Bam. Waarschijnlijk ben je wel een half jaar aan het zoeken. Maar ja, dat maakt niet uit. Serieus, nooit op vakantieklus gehad, nooit. Ik wel. Maar we zijn eigenlijk nooit op vakantie geweest. Ik heb eentje en die had een vriendje. En toen ging ze met mij zoenen en toen moest ze huilen. Want mijn vriendje gaat het uitmaken, maar die kwam een week later op die camping. En toen was het zo van... Als je dit nou leuk zocht, dan zeg ik van dat je like en abonneer. Doe dat allemaal hier beneden. Druk op het belletje, zal super zijn. Check het kanaal van Davy. Dat zal echt heel lief zijn. Zeker, thanks. Dingen achter hier in de reacties waar jij mee zit. En dan zie ik jou met je leuke kopie. Zo, volgende week zondag. Bij dezezelfde nieuwe aflevering. En voor de rest, door de week upload ik misschien nog wel wat extra's. Maar dat is gewoon extra. Gewoon kijken dus. Dat is gewoon onzin. Dat is gewoon... I don't know. Goed zo, Maurice. Like, zin in. Bye bye.